Laat je nu even bedwelmen. Dit zijn de lessen van Meester Elmer. Meester Elmer, Meester Elmer. Hallo. Hallo. Het verschil tussen woord benoemen en zins ontleden. Woord benoemen, daar beginnen we mee. Nou, alle woorden horen bij een soort. Je hebt lidwoorden, je hebt werkwoorden, je hebt bijvoeglijk naamwoorden, zelfstandig naamwoorden, telwoorden, noem maar op. Dus elk woord in een zin kan je een naam geven. Dit is een lidwoord, dit is een aanwijzend voornaamwoord. Dat is woord benoemen. Bij zinsontleden is het zo dat je op zoek gaat naar wat een stukje in een zin doet. Is het stukje in een zin, is dat het gezegde, is het de persoonsvorm, is het het onderwerp, misschien het leidend voorwerp? Dat heeft allemaal te maken met zinsontleden. Je haalt de zin een beetje uit elkaar in zinsdelen en je gaat kijken, wat doet dat zinsdeel eigenlijk in de zin? Erg leuk om dat te onderzoeken. Nou, nu weet je het verschil tussen zinsontleden en woord benoemen. Succes! Meester Elmer, Meester Elmer. Doei!